eind september, dat is de deadline, willen wij graag de zaak verkocht hebben. Zal het lukken of zal het niet lukken, dat is nog de vraag. We zijn wel met partijen bezig waar wij zeggen, nou, ik wil een zekerheid. En ik wil dat de zaak dan in goede handen komt. Want wij hebben een heel goede naam opgebouwd. Ik heb die zaak nu bijna 4 jaar. En het is dag in, dag uit werken. Ochtends wenn ik inkoop ga, dan is het 5:30 begin. En dan houdt het op 22:00, 23:00. Kijk, en het is alleen maar slapen, werken, slapen, werken. En dat heb ik nu 4 jaar. En wenn je alles bij elkaar rekent, denk ik dat je in het geheel, dat ik maar 2 weken misschien in het geheel vrij was. Hè? Dus dan is mijn dagje vrij of een halve dagje vrij. Maar het is echt 450 uur en meer. Gezondheidelijk ben ik echt vitaal. Daar is niks mis mee. En alleen privé, ja, het is, vorig jaar ging ik in de scheiding. Maar dat was weer een andere grond dan eigenlijk ik zeg maar de zaak. Dus daaraan heeft het niet gelegen. Maar ja, ik heb een nieuwe liefde. Kijk, en zij ogen natuurlijk ook de ogen voor mij. Om te laten zien van, nou weet je, het is niet alleen maar. Hè? Het kan niet zijn dat jij werkt en slaapt en werkt en slaapt. En het is een grond om na te denken van, wat doe je nu? Ga jij voor de zaak of ga je voor de liefde? Kijk, en het is één grond, is zeker de liefde, maar niet de grond om te zeggen, hierom stop ik. Hè? Want de zaak is goed, we hebben maatschappelijk, sociaal, hebben we hier iets echt heel leuks en groots opgebouwd. En ik ben elke avond eigenlijk echt vol. Ochtends hebben we regelmatig vol met het ontbijten, lunch gaat hartstikke goed. Nou, een van mijn grootste ambities was altijd, ik zeg maar, Scoopzorg Welzijn, wat nu niet meer bestaat, dat is nu af en dan geworden. En het is het vrijwilligerswerk met jeugd en kinderen, nou, dat zal ik wel weer oppakken. En zeker ook vrijwilligerswerk wat hier betreft de binnenstad van Almelo, maar die ligt mij toch ten harte, om mee te helpen, om te kijken van wat kunnen we hiermee. Kijk, er zijn heel veel misstanden, dat is nu maar zo, de politiek weet dat en ook, qua politiek, daar ga ik denk ik ook weer naartoe. Want ja, ik kwam van de PvdA weg. Heb met raadslid Arjan heb ik samen de raadsopleiding gedaan. De Jan Schraper leergang in Deventer. Kijk, en die ambitie, die komt wel terug. Want ik heb ook gezegd, ik wil zeker ook weer naar je richting een beetje de sport. Kijk, al die dingen kon ik al die jaren nu niet doen. Ik ben de droogte goed doorgekomen, alleen het was wel hard werken. Ja, ook zowel de schapen als de herder en honden hadden last van de droogte. Maar eigenlijk van de warmte, van de hitte. Ja, dat betekende dus ons dagprogramma een beetje aanpassen, omgooien. Je hebt wat extra werk, waar je niet op zit te springen, maar fruit, dat hoort erbij. En vroeg beginnen. Tussen de middag stoppen, misschien s'avonds nog weer een keertje aan het werk. Dus dat je het anders verdeelt over de dag. Voor de honden is het ook werk. Ja, dat beseffen ze niet, maar je hebt een hond waar het gewoon in zit, die dat met alle plezier doet. Voor de schone beken heideschaap zich thuis voelen op de heide. En alles wat daar te vinden is, dat kunnen ze goed aan. En daar maak je gebruik van om de heide te beheren. Nou ja, voor mezelf neem ik in mijn rugzak ook veel drinken mee. Ook voor de honden onderweg. Dat je die extra laat drinken. En voor de schapen neem ik extra water mee. Dus, ik heb vaste punten. En daar zet ik een heleboel kuips neer. En die vul ik met water. Zodat ze zoveel mogelijk de hele dag kunnen drinken. En als ik met een kudde hoed, dan kom ik daar wel langs. Of in een nachtverblijf. Daar is water te vinden en dan kunnen ze in ieder geval vooruit. De grote stille heide, waar het ook nog wel eens een wolfrond. Hoe gaan jullie daarmee om? Onze grote vriend. tweespalt. Eigenlijk, het is een geweldig dier. Dus dat hij terugkomt, dat kan heel mooi zijn.
Maar voor je schapenhouders of herders, ja, is het toch wel een hoofdpijndossier. En ja, we gaan zien wat dat brengt. Ondertussen proberen we wel ja, de maatregelen te nemen dat je zoveel mogelijk je rasten voor elkaar hebt in het veld. En ja, sommige herders overwegen om van die kuddehonden te kopen ter preventie of afschrikken. Of je bouwt degelijk omheiningen. Maar ja, hoe het precies gaat, tijd zal het leren. Maar tot nu toe is een beetje de voorspelling dat het ja, voor schapenhouders een beetje ellende brengt. Yeah, yeah. Maar als je schapen kapot hebt, of die sterven, of een dierenarts moet ze een spuitje geven, ja, dan ben je er nog niet. Dan heb je wel ja, niet alleen kosten, maar ook ellende. Maar je merkt het ook aan de dieren verderop in het jaar. Je hebt onrustige dieren. Het kan zijn dat ze verwerpen, mochten ze drachtig zijn. Maar je hebt er gewoon ellende van. Ja. Het houdt niet op bij dat ene moment. Nee. Het gaat in het geheugen van die beestjes zitten. En ze worden schuwer, hè? Ook dat, ja. Ja. Visie zoekt de grenzen op. Dit is een fietsroute van Route Netwerken Twente. We fietsen om Almelo heen, zo dicht mogelijk langs de gemeentegrens, maar dat kan ook betekenen dat we op grondgebied van een buurgemeente fietsen. We rijden via de fietsknooppunten. We starten midden in Almelo op de kruising van de Wierdense Straat en de Werf. Dit is knooppunt 51. Op de kaart die daar te zien is, kunnen we de route al bekijken. We gaan op weg naar knooppunt 50 aan de Willem de Klerkstraat. Bij knooppunt 50 vinden we de algemene begraafplaats en iets verder de kinderboerderij. Vanaf dit knooppunt gaan we naar knooppunt 83. Via de oude Wierdense weg en de Bellinkhof komen we bij de Wierdense brug waar we het Twentekanaal Zijtak Almelo oversteken. We zijn nu in de gemeente Wierden, maar we blijven wel vlak bij de gemeentegrens. Rijdend met de klok mee en op weg naar knooppunt 49. Eerst over de Adorpsweg en daarna door de wijk De Stouwe. Van knooppunt 49 rijden we nu naar knooppunt 48. We komen hier door Adorp. In de periode 1900-1920 wordt het gebied ten westen van het Overijsselskanaal ontgonnen in het kader van de werkverschaffing. Tot 1930 heette de buurtschap die nu Adorp West is, de Woesten en het huidige Adorp Oost, Buitenwonen. De naam Adorp wordt in 1930 voor het eerst gebruikt. Knooppunt 48 ligt aan de Albardastraat. Vanaf knooppunt 48 rijden we nu in noordelijke richting langs het kanaal en volgen de bordjes richting knooppunt 15.
De Westermaatweg is een drukke route. Kijk goed uit bij de rotonde aan de Adorpsweg. Het weidegebied waar we nu doorrijden was door de gemeente bedoeld voor een nieuwe uitbreiding van Almelo in noordelijke richting, Waterrijk. De woonwijk komt er voorlopig niet. Waterrijk Almelo was bedoeld om de gemeente Almelo aantrekkelijker te maken voor de hogere inkomensgroep. We gaan van knooppunt 15 naar 16. Dat geplande stadsuitbreiding niet doorgaat is niet nieuw. In de jaren 30 zou er een zusterdorp komen voor Adorp, Wijtemansdorp in het gebied Wijtemanslanden. Tot meer dan een aantal klinkerwegen die tot op heden midden in een weiland op particulier terrein liggen is het nooit gekomen. Hier rijden we over de Boslandweg. We waren een tijdje op het grondgebied van Twenterand, maar na de afslag naar de Adijk komen we weer in de gemeente Almelo. Aan het einde van deze weg, linksaf, Wijtemansweg. We zijn weliswaar bij knooppunt 17, maar nog niet bij de juiste. Deze ligt 500 meter noordelijker bij de kruising van de Voshaarweg. De eerste boerderij aan de rechterhand heeft een nertsenfarm. De weg wordt verderop onverhard, maar gelukkig ligt er een fraai fietspad. Wat verderop komen we in de bebouwde kom bij het blauwe bord Almelo. Hier is de woonwijk nog in aanbouw. We blijven op de mooie vrouwenweg. De weg is trouwens genoemd naar de voormalige herberg uit 1829. De herkomst van die naam kan te maken hebben met mooie dames van plezier, maar dat is niet zeker. En tot 2012 waren de pannenkoeken er befaamd. We komen nu bij het Almelo-Nordhornkanaal. Het is helemaal met de hand gegraven en een natuurmonument. Dit is bijna het einde van deel 1. We rijden nu weer terug naar Almelo en dat doen we dus langs het Almelo-Nordhornkanaal en het Lateraalkanaal. Bij knooppunt 52 komen we op de Gravenallee. We koersen nu recht op het kasteel aan. Verderop steken we de kruising met de Van Rechter en Limburg-singel over. We rijden over de Hofstraat langs het Rochmanspark en komen dan bij knooppunt 51. Hier eindigt deel 1 van de fietsroute. Deel 2 laat u de zuidelijke kant zien van onze fietstocht langs de gemeentegrens van Almelo.
korte gedicht zonder titel van Tjitske Jansen is op de hoek van de Grote Straat Zuid en de Hofkampstraat aangebracht. Een gedichtje als knipoog. De stad is nog stil. Tegen elkaar en een muur slapen twee fietsen.